Wat een weer. Echt. Je ziet gewoon geen spoortje. Eet smakelijk, dametjes. Heel apart het weer trouwens. Ik ben met... Ja, is het ook, hè. Het is zo leuk. Maar alles gaat zo goed. Ik vind het altijd heel leuk. Serge had het heel goed in. Het is maandag, ik kijk net uit het raam, nat sneeuw. En het zou lekker weer worden vanaf nu. Echt bizar. Kijk dan, echt gewoon een heel plakkaat. Waar wij dus zo doorheen naar school mogen, echt. Maar goed, ze is nu in de badkamer, dus ik doe even wat dingetjes zoals beneden. En dan als zij beneden is, kan ik de badkamer in en Mila komt ook nog eens zo. Goedemorgen Mila. Goedemorgen. Goedemorgen Sarah. Door de nat snel naar school. Wat een weer. Echt. Het is echt zo koud en dan echt niet te bevatten dat het vanmiddag gewoon lekker weer wordt. 14 graden, zon, alles. En dat is heel goed. Want wij gaan vanmiddag de avondvierdaagse lopen. In ieder geval natuurlijk niet de hele vierdaagse, de eerste van de vier dagen. Ik ga met Sarah. Masha Fayen en Mila loopt ook met ons mee. En dan gaan we dus de aankomende dagen zelf de vierdaagse wel aangemeld, maar wel zelf lopen. Dus wel gewoon echt voor de medaille. Het is echt wel leuk. We hebben ook een hele leuke verrassing voor die meiden donderdag. Dus dat is echt super. Ja, echt leuk. Heeft de zin in meiden ook echt heel leuk. Mila heeft ook al haar tasje meegenomen. Die ligt er al. Ik zeg, laat maar liggen. Want ze gaat sowieso 3 dagen uit school met mij gelijk mee om te gaan lopen. Het is een beetje raar als ze dan opgehaald moet worden om naar mij gebracht te worden terwijl ik er sta. Dat is voor hun heel veel moeite terwijl het geen nut heeft verder. En daarom hebben we dus voor vandaag ook wat kortere to-do-lijsten gemaakt. Zodat we daar gewoon echt tijd voor hebben en alles. Is goed te doen. Lekker rustig aan een beetje. Ik ben ook echt de laatste week wel, ja, misschien al iets meer dan een week, dat ik wel echt denk, ik ga even wat minder druk op mezelf leggen. Ik val dus niet echt per se druk, maar gewoon iets minder van mezelf vragen op een dag. Want ik vraag, ben ik achtergekomen, best wel heel veel van mezelf. Dus ik ga nu even rustig mijn theetje drinken. Ik heb al een pannetje gepakt voor de boontjes. We eten vanavond Hollands pannetje. Dus dan kan ik die vast gaan doppen en klaarzetten. Want als we gaan lopen vind ik het wel fijn als het eten echt klaar staat. Dat doe ik sowieso bijna altijd. Maar nu is het wel extra fijn dat ik echt gelijk bam aan de kook kan. Dus dat ook echt de snijplank alles al klaar ligt op het aanrecht. Dat ik echt in één keer gewoon alles kan doen wat ik moet doen. Het eten staat klaar voor vanavond. Onze kleding wordt weer schoon. Bed is weer opgemaakt. Sarah heeft een beetje zelf gedaan. En ik heb de pop erin gelegd. Vindt ze wat hilarisch als ze dan thuis komt. Dat de pop, of nee, haar kind dan netjes in het bed ligt te slapen. Dit probeer ik gewoon maar even te negeren. Ik heb nog veel meer gedaan, maar ik heb niet alles gefilmd. Nu ga ik nog even een theetje drinken. Er ligt brood te ontdooien. Dat is dan brood van Mila, want Sarah wilde nog het laatste paasbrood. En dat vind ik ook goed als lunch. En dan kan ik zo de meiden alweer gaan halen en het zonnetje is gaan schijnen. Dus de sneeuw is aan het smelten en we kunnen dadelijk gewoon lekker naar buiten. En ik heb lekker aardbeidjes voor mezelf. En ook de lunch staat klaar voor de meiden. Bizar. Je ziet gewoon geen spoortje van de sneeuw meer, terwijl het er net echt bleef liggen. Omdat er zoveel viel dat zelfs de natte sneeuw bleef liggen. Het zonnetje is wel een beetje weggetrokken, maar het is niet meer zo koud. Vanochtend was het echt koud. Maar dat is het gewoon echt niet meer. Dus ik heb echt zoveel zin nu in vanmiddag, want dan wordt het nog lekkerder. En nu wandelen we weer naar huis. We zijn vast aan het oefenen, dames, voor vanmiddag.
Nou, Sarah, als je dat vanmiddag de hele tijd gaat doen, ga je het niet volhouden, hoor. Ja. Eet smakelijk, dametjes. Ja, eet het smakelijk meer. Nou, ja, je bent gewoon heel snel aan het eten vandaag. Maar dan mag ik nog steeds eet smakelijk zeggen. Heel apart het weer trouwens. Want de zon scheen net lekker. En toen ging ik de konijntje eten geven. En Mila ging helpen. En toen begon het weer keihard te sneeuwen. Maar gekeken en er staat dadelijk echt bijna geen wolkje aan de lucht. Maar je kan het bijna niet geloven als je het nu zo ziet. Oké, nou, er zijn wat zaadjes gevallen uit het voer. En nu zitten er allemaal koolmeesjes in het hok. Super schattig. En de konijnen zitten echt te kijken van, maar ze doen niks. Heel schattig. ik wou zeggen, de meiden waren klaar en die renden naar boven. En ik zat met de troep en de kindermuziek. Maar hij stopt vanzelf. En nu echt weer een geweldig heerlijk zonnetje. Het is echt bizar. Hoeveel seizoenen kan je op één dag hebben in Nederland? Maar goed, meiden zijn weer lekker op school. En ik geniet even van mijn wandelingetje nu. Ah, kijk hoe mooi dit is. Ik hou hier zo van. Nu alleen nog even de tafels afdoen. En stofzuigen. En dan heb ik alle to-do dingen die ik overdag wilde doen af. Dus ik ben heel goed bezig. Dus ik kan eventueel kijken of ik nog wat extra dingetjes ga doen. Maar alles wat vandaag af moet, is af. En stofzuigen en alles heb ik even bewaard. Ik denk met ja, dan ga ik stofzuigen en dan eten die meiden. En dan ligt er altijd weer van alles op de vloer. En dan stofzuig ik altijd nog een keer. Maar daar had ik vandaag niet heel veel zin in. De kamer is weer aan kant. Ik heb eigenlijk mijn hele to-do-lijst wat ik nu kan doen af. Plus nog een paar extra dingetjes. En ik heb een half uurtje over. En die ga ik heerlijk relaxen op de bank. Gewoon even nutteloos tv kijken en hangen. En dan ga ik die meid ophalen en dan gaan we lopen. Ik heb vandaag ook al aardig wat gelopen. Even kijken. En dan heb ik echt, nou ik denk 60% van de tijd, mijn telefoon niet eens bij me op mijn lijf. Net als net, dan loop ik naar boven en doe ik allemaal dingen. Maar dan ligt ze gewoon beneden in de oplader. En ik heb nu al ruim 5500 stappen. Dus ik ga echt goed aan mijn stappen komen. Ik ben al over de helft. Dus eigenlijk zou ik hem deze week gewoon 20.000 moeten zetten per dag. Maar goed, daar ben ik eigenlijk te lui voor. Ik zet even een wekker, want ik heb vaak als ik dan ga chillen, dan of ik ben heel zenuwachtig heel tijd op de tijd aan het letten, omdat ik bang ben dat ik het te laat door heb. Of ik kom er heel laat achter dat het tijd is. Het is altijd één van de twee. Lekker twee uitersten naast elkaar. Dus dan zet ik altijd eigenlijk gewoon even een wekker. Zeg maar 5 minuten voordat ik mijn spullen moet gaan pakken. En dan, dan heb ik beide niet. De wekker gaat gewoon. En als de wekker niet gaat, dan heb ik gewoon alle tijd. Wat doe je, Sarah? Ben je aan het oefenen? Beide zijn op school. Die eten nog heel snel wat. En ik heb daar mijn telefoon nu in de oplader liggen. Want ik wil de batterij helemaal vol, omdat je natuurlijk via een tracking app loopt. Ik heb de tassen klaar liggen. Dit is mijn rugzak. En Mila heeft een klein heuptasje ook nog met wat dingetjes. En Marcia, we hebben over 5 minuten afgesproken. Dus ze eten dit op. Dan allemaal naar het toilet. Dat vond ik wel handig. En dan gaan we lopen. En ik bedenk me nog één ding dat ik ook in mijn tas wil doen. Ik ben met Marcia en Fayenne en Sarah en Mila. En wat zijn we aan het doen? Vandaag 2 dagen aan het lopen van 5 kilometer. Ja! En Fayenne is aan het navigeren nu. Vind je het moeilijk, schat? Word je er verlegen van? Ik moet opletten. Ja, heel goed. Anders gaan we de verkeerde kant halen, kom. Ja, dat is niet goed. Maar voorlopig kunnen we nog een stukje rechtdoor, hè? Oh, pas op. Stoute put. Ja, echt stomme put. We zijn thuis. In ieder geval, nee. Ik ben thuis. Sarah is gelijk bij Mila gaan kleuren. Zij gaan me dan wel even rustig aan doen. En ik ben nu mezelf zo verschrikkelijk dankbaar. Dit is beter, hè? Ja. Dat ik het eten helemaal heb klaargezet. Want nu kan ik het wel gelijk aanzetten. Dus dat vind ik echt van... Oh, het is wel handig als je dezelfde gas doet als dat je de pit probeert aan te steken. Dat schijnt efficiënter te zijn. Want ik kan dus in ieder geval gelijk het eten opzetten. Dus dat vind ik echt mega fijn. Ik ben even heel blij met mezelf op dit moment. Kijk hoe lekker. Ja, Sarah, Sarah was jeugdherinneringen voor haar aan het ophalen. Wat mama vroeger deed? Wat deed ik? Is zo. Tak, 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 tak.
ook. En dan lag je helemaal in de scheuren. Ik heb zo omhoog. Ja. En ook nog dat als je... Het eten stoomt zo erg dat het voor het beeld blijft komen. Dat ik zo ging lachen. Ja. Nou kom, gaan we lekker eten. Ja, is het ook, hè. Het is zo leuk. Ik weet niet wat het is vandaag, maar alles gaat zo goed. Ik heb de vlog die ik voor de helft moest editen, heb ik net geëdit. Die staat te renderen. De andere die ik dus vandaag moest editen, heb ik ook al geëdit. Die kan ik daarna renderen. Ik heb net ook toen Sarah zich klaar ging maken, de was opgehangen, de strijk gedaan, alles weg. Helemaal to-do-lijst is gewoon gedaan vandaag. En het is 9:10. Echt. Hoe dan? Dat gebeurt me echt nooit. Dus het enige wat ik dadelijk moet doen is dingetjes klaarzetten nog vanmorgen. En echt, alles is verder van mijn lijst af gewoon. Echt, echt. Never happens. Ik zeg net dat ik heel veel tijd heb. En Sarah wil nooit... Nee. Je bent zo klein. Nee, Sarah komt opeens spontaan langs. En ik zei echt 2 minuten ervoor tegen jullie. Ik ben gewoon klaar met alles wat ik moet doen. Dus echt timing. Ik vind het altijd heel leuk. Sarah is altijd heel goed in spontaan even langskomen. De ene keer is dat 2 uur. De andere keer is het 5 minuten. Ik ben meer van de lange tijd plannen. Volgens mij heb ik dit wel eens eerder verteld. Maar dat weet ik niet zeker. En zij is heel goed in... ik heb even over een minuut of 10 minuten of... Wat dan ook, we hebben ook wel eens een keer een 2 minuten date gehad. En had ze, zeg maar, zo kort over dat ze aan kon rijden. Naar de deur kon lopen, dat we 2 minuten konden kletsen en dat ze weer door moest. Omdat ze natuurlijk ook uit de auto moest en zo. Maar ja, ik vind dat echt leuk. Oh, ik heb water gekookt, maar ik heb eigenlijk helemaal geen trek in thee op dit moment. Sowieso niet in heel veel dingen trek. Ik heb net wel iets gegeten, maar... Oh, en ik ben helemaal... bij met editen. Hij is de laatste vlog aan het uploaden. Wat overigens weer bizar traag gaat. Want hij gaat er nu nog 20 minuten over doen. En daarom zeg ik met een lange vlog. De ene keer doet hij er 3 minuten over. En deze is al 33% op weg. En hij staat echt al 10 minuten te uploaden. En hij moet nog 20 minuten. Dus het is zo vaag waarom dat is. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed, hij is wel op tijd klaar. Ik kan sowieso op tijd naar boven zo. En dat probeer ik ook wel weer echt vol te houden nu. En nu ga ik snel naar mijn bed. Voordat ik het weer te laat maak. Want ik ben goed bezig de afgelopen dagen. En ik hou me best wel aan mijn eigen afspraak. Om redelijk op tijd naar bed te gaan. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren onder deze vlog. Dan zie ik je morgen. Doei doei!